Er komen 10 nieuwe filialen bij dit jaar. Nou, filialen, bibliotheken op school om precies te zijn. Iets om blij mee te zijn? Wij zijn er heel erg blij mee. We waren al op 19 plekken aanwezig en we stromen nu door naar 29. Die 19 basisscholen waren al een bibliotheek. Loopt dat goed? Dat loopt prima. Wij noemden ze vroeger educatieve service pluspunten. Nu zijn ze omgevormd naar naar de vorm van een landelijk concept. En dat noemen we het concept de bibliotheek op school. Wij hebben graag bibliotheken op scholen. Omdat lezen ontzettend belangrijk is om kinderen taal te leren. En we hebben gemerkt uit onderzoek dat als kinderen veel lezen, of zo af en toe is een kwartiertje per dag, dat ze daarvoor door heel veel extra taal leren. Daarom willen wij graag de bibliotheek op school hebben. Het heeft dus een belangrijke rol in het wegwerken van de taalachterstanden die er toch zijn in Schiedam. Het heeft een ontzettend belangrijke rol in het verwerven van de taal en daarmee eigenlijk in het vooruitkomen in het onderwijs. Nou, dat willen we graag met elkaar. Hè. We willen toch die Schiedamse leerlingen een stapje verder brengen. Daar doen we van alles voor. En een van de dingen die we daarvoor doen is de bibliotheek op school brengen. De bibliotheek speelt een belangrijke rol als het gaat om taal en laaggeletterdheid en het zorgen dat mensen weer gaan lezen. Daar is dit een onderdeel van? Ja, zeker. Leren is een van de kernfuncties van openbare bibliotheken. 5 wettelijke kernfuncties. Leren is er daar één van. En dat doen we graag met onze partners op de scholen, in de scholen. Waar legt de gemeente daar extra geld voor op tafel? Het is een samenwerking tussen de bibliotheek, het onderwijs en de gemeente. En allemaal doen we daarin ons deel en ook de gemeente. Want je zou zeggen, dat is iets wat de bibliotheek en de scholen prima samen kunnen oplossen. Nou ja, zoals ik al zei, we vinden het ontzettend belangrijk dat die Schiedamse kinderen allemaal goed de taal leren. Dat ze allemaal goed en nog beter dan nu van het onderwijs afkomen. Daar hebben we gewoon wel wat voor over. En waarom dan op elke school een bibliotheek? Waarom niet al die kindertjes naar die prachtige bibliotheek in de Korenbeurs brengen? Nou, die bibliotheek in de Korenbeurs die is fantastisch. Daar moeten die kinderen wat mij betreft ook echt naartoe in hun vrije tijd. Maar wat is nou nog mooier? Dat als een leerling op school zit en hij wil een boek lezen. Of hij heeft een boek nodig om informatie in op te zoeken. Dat hij eventjes het lokaal kan verlaten. Naar die bibliotheek op school kan gaan. Daar het boek kan uitzoeken. En vervolgens weer verder kan gaan met zijn werk. Dat is gewoon het leukste wat er is. En dat is daarbij ook nog eens leerzaam. Waarom niet die kinderen allemaal naar de bibliotheek in de Korenbeurs gehaald? Die prachtige bibliotheek verdient toch ook om bezocht te worden? Die verdient het zeker om bezocht te worden. En wat ook goed is, is dat we dat ook organiseren. Zo is er van de week of volgende week bijvoorbeeld een speurtocht voor kinderen met hun ouders in de Korenbeurs. Het aanbod wat die kinderen gedaan wordt op de scholen, is dat zoveel anders dan in de Korenbeurs? Ja, dat is echt anders. Dat is specifiek op maat gesneden voor kinderen die op school leren lezen. En daar heb je speciaal materiaal voor nodig natuurlijk. En juist dat materiaal vind je in de scholen. En niet in de bibliotheek in de Korenbeurs? Het vervolg erop vind je natuurlijk weer in de bibliotheek in de Korenbeurs. Een van de 10 scholen die dit jaar dan ook nog een bibliotheek krijgt, naast de 19 die al een bibliotheek op school hebben, is de Vlinder. De Vlinder heeft al een prachtige mediatheek. Waarom moet de bibliotheek zich daarmee bemoeien? Nou, wat je ziet is dat als de bibliotheek op school, het D-bos zoals wij het noemen, er is, dan wordt de collectie ook bijgehouden door de bibliotheek. Die zorgen dus ook telkens voor vernieuwing, voor verfrissing. Als leerlingen een boek nodig hebben wat toevallig daar op school niet aanwezig is, dan kunnen ze het ook daar bestellen. En dat betekent dus dat die collectie op die scholen beter up-to-date is. En die kan ook wat makkelijker aansluitend gemaakt worden op het onderwijs wat er gegeven wordt. En wat je in de klassieke bibliotheken ziet, is dat daar een verzameling aan boeken is. En als er iets niet is wat er wel gewenst wordt, ja, dan is het pech. Of ze moeten echt als school ervoor gaan sparen om dat boek vervolgens te gaan kopen. En deze manier is dus een hele mooie manier om ervoor te zorgen dat als een boek nodig is, dat het er snel kan zijn. Uiteindelijk moeten al die kinderen blije lezers worden die vaak de Korenbeurs bezoeken. Precies. Als je kinderen met plezier laat lezen, gaan ze meer lezen. En kinderen die goed lezen, ontwikkelen zich beter. En dat resulteert natuurlijk weer in betere prestaties op school en betere prestaties in de toekomst.